In de week dat er veel spelers van FC Twente ontbreken wegens interlandverplichtingen spelen de overgebleven spelers in Hengelo een oefenwedstrijd tegen het Nederlands beloftenelftal. Maar liefst 13 spelers zijn opgeroepen voor diverse nationale elftallen. En een van deze spelers staat vandaag tegenover zijn eigen ploeg. Joey Pelupessy is een van de spelers van het beloftenteam van Oranje. En bij FC Twente vandaag voor het eerst in de basis Younes Mokhtar. Twente verhoogt het tempo in de beginfase van de wedstrijd. Nog weinig gebeurd, 0-0. Leugens, voordeel gegeven. Breukers, Mokhtar. Goeie combinaties dat zeg. Eerste grote kans in de wedstrijd is voor Twente. Tim Breukers. Schilder. Ja, weer verliest Twente te makkelijk de bal op het middenveld. Davy Klaassen. Pelupessy. Draait zich goed open. Twente wel weer de stellingen ingenomen in de verdediging. Pelupessy. Met wat ruimte. Pelupessy. Aan de schot van de speler van FC Twente. Gaat een metertje of twee naast het doel van Sander Bosker. Kies toch voor de weg terug. En een aardig schot van Tido Leugens. Leugens. Gevaarlijke bal zeg. En goed dat daar door Congolo opgelet wordt. Want anders was het Oosterwijk die vrij binnen kon koppen. Langendijk verhuist even naar de rechterkant van het veld. Naar die corner die hij net aan die kant van het veld mocht nemen. Maar verliest de bal. Twente als ze snel zijn in omschakeling. Mokhtar nu aan de rechterkant. Leugens ziet dat ook. Mokhtar. Aardige actie er langs. Voorbij Bijker. Maar die is ook snel. Dan gaat het duel aan. Dit is een aardige actie zegt Mokhtar. Prachtig. Mooie actie van de nieuwe aanwinst van FC Twente. Younes Mokhtar. Schitterende actie. Maar uiteindelijk blijft het gewoon 0 tegen 0. Mokhtar. Martina komt. Kondigt zijn komst al van ver aan. Maar dan is de bal niet goed. En dus veel mensen voor de bal. En gevaar. Saimak. Vindt Van Overbeek. Gevaarlijk, want daar is de spits van het Nederlands beloftehelftal. Romano van de Stoep brengt de belofte aan de leiding. Aan de rechterkant Elvio van Overbeek. En de aanvaller van PSV heeft een goede voorzet. En Romano van de Stoep kopt uitstekend binnen. Staat er wel helemaal vrij. Maar de spits van FC Utrecht heeft geen moeite met dit buitenkantje. 0 tegen 1. Peters. Kas Peters. Goed het lichaamgebruik zeggen. Dit is een aardige actie. Jannik Jeskasewski. Goeie aanname, goed schot en een prima redding. Versteven van der Leij. Aardige combinatie. Kuiper moet oppassen, maar dit is een aardig balletje zeg. En wat scheelt het? Goed gezien door Wemilio Fink, de speler van Vitesse. Maar misschien nu. Feliciano Tjussen. Met links krult hij de bal net langs de verkeerde kant van de paal. Maar wel een aardige actie van de spits van FC Twente. Het blijft 0 tegen 1. En ook Koch vindt Kleiber. Dus nu aan die rechterkant. Dat is een aardige voorzet zeg. En een goed schot van Romano van der Stoep. Die bijna zijn tweede treffer deze wedstrijd scoort. Maar net iets te weinig kracht om doelman Sander Bosker te verschalken. Kijk!
Maar weer Twente, Jaskasewski. Peters wordt gezocht, misschien in tweede instantie. Jaskasewski. Jaskasewski, aardige schot. Maar recht op doelman Van der Leij af. Geen probleem voor de doelman van het Nederlands belofte elftal. Twente verliest de oefenwedstrijd tegen het Nederlands belofte elftal met 0-1.